Ja, hartelijk welkom in Alkmaar in de Grote Kerk aan het Van Kovelens orgel. Dat is op dit moment het oudst bespeelbare orgel in Nederland, gebouwd in 1511. En Jan van Kovelens, die zijn orgelwerkplaats in Amsterdam had, was ook de leermeester van de beroemde Hendrik Niehoff, die een internationale carrière heeft gemaakt en zelfs in Duitsland instrumenten heeft gebouwd. En Jan Pieterszoon Swelinck, waarvan u net de echofantasie in A. Klein hoorde, die was organist in de Oude Kerk op twee orgels van Hendrik Niehoff en het kleine orgel. Dat vertoonde enorm grote overeenkomsten met het koororgel in Alkmaar. Nou, een van die hele bijzondere dingen is de klavieromvang. Dus wat u hier ziet, u ziet eigenlijk een heel kort klaviertje, maar met maar drie octaven en een terts. Het begint op de lage F. En het eindigt op de hoge A2. En dat is ook meteen, die A2 is ook meteen de hoogste noot in de klavierwerken van Swelinck. Dus op het moment dat die noot gespeeld wordt, en in dit stuk komt hij een aantal keren voor, heeft hij een hele bijzondere uitdrukking. En ik heb gekozen voor eigenlijk maar twee soorten klank. De eerste klank is wat we noemen de prestant. En de prestant staat bij dit soort orgels helemaal in het front en is ook in de diskant dubbel. Dus er zijn twee pijpen per toets. En bij veel Nederlandse orgels gebeurt dat vanaf C1, vanaf deze C. Maar hier is hij nog enkel. En op dit orgel begint hij dan bij de D. Daar is hij twee sterk. En dat zorgt er ook voor dat als je een echo hebt, en vooral in dit stuk komen de echo's allemaal een octaaf lager voor, dus de echo's zijn niet op dezelfde toonhoogte, maar zijn een octaaf naar beneden gezet, dan krijg je dus aan de bovenkant klinken vaak twee pijpen, en als je dan een octaaf lager speelt, klinkt er maar één pijp. En als je dat ook nog met je touché en met je aanslag en de lengte van de klank ondersteunt, dan krijg je eigenlijk vanzelf een hele natuurlijke echo. Nou, de prestant heeft dus twee koren in de diskant, maar we hebben ook een octaaf 4. En het is ook grappig dat de namen van de prestant en de octaaf, die zijn hier nog echt met de oude namen voorzien. Namelijk, de prestant heet hier doof en de octaaf 4 heet hier koppeldoof. En ook de doof wordt ook al genoemd door Michael Praetorius in zijn boek Syntagma Musicum uit 1619. En Praetorius schrijft ook dat je op de prestant heel mooi motetten kunt spelen. En eigenlijk de opening van deze fantasie over die manier eines echo's is eigenlijk een klein motet, dus een heel vocaal stuk muziek. En dat loopt dan tot en met maat 25. Dus daar hebben alle stemmen eigenlijk een heel, hele belangrijke melodie die met elkaar spreken en met elkaar zingen. En in het middengedeelte vindt dan eigenlijk de eigenlijke echo plaats. En dat begint dan in maat 25 en dat is veel homofoner van textuur. Nou, luister bijvoorbeeld maar naar het eerste thema wat als echo gespeeld wordt. Bereikt gelijk de hoogste toon, de hoogste A2, en klinkt dan zo. En ik laat even horen alleen de solo, hoe dat dan klinkt. En het helpt ook heel erg als je dan bij het piano, dus bij de echo, ook iets minder klank geeft, want je kan als je te veel klank geeft, dan wordt het echo-effect natuurlijk minder. Dus je moet dat ook met je aanslag heel erg ondersteunen. Nou, het laatste deelte, dat is vanaf maat 62, dat is eigenlijk het finale gedeelte. Daar komen ook echo-werkingen in voor, maar dat deel heeft iets meer een toccata-karakter. En daar heb ik dus de koppeldoof, de octaaf 4, toegevoegd. En de koppeldoof heeft ook van die prachtige verdubbelingen, alleen die beginnen op een ander moment. Het begint dus ook met één pijp per toets vanaf de lage F. En bij de B van het kleine octaaf zijn er twee pijpen, dus vanaf hier. En bij de hoge B1 zijn er zelfs drie pijpen. En dat wil zeggen, als ik de doof en de koppeldoof samen gebruik, dan heb ik in de bas maar twee pijpen per toets en in de diskant heb ik er vijf. En dat zorgt eigenlijk voor een effect dat het net lijkt alsof mijn linkerhand mijn rechterhand op een ander klavier begeleidt.
Luister maar. En ja, dat vind ik een ontzettend geschikte klank voor dit stuk, omdat het de vocale karakter heel erg onderstreept. Nu wil ik graag een beetje inzoomen op hoe het stuk is opgebouwd en ook met name op de techniek van Swelinck, want daar weten we vrij veel van. We weten heel veel over de vingerzettingen, want Swelinck heeft ook in zijn boeken met klaviermuziek, in zijn handschriften, heeft hij een aantal vingerzettingen geschreven, vooral bij de toccata's. En het systeem van Swelinck is eigenlijk vrij eenvoudig. Swelinck gaat uit van de beste vingers voor de goede noot. En in de rechterhand is dat de derde vinger. Dus hij speelt een toonladder. Die begint hij dan met 2. En dan heeft de derde vinger eigenlijk altijd de sterke noten. Ik laat een toonladder zien en horen. En daarbij, bij die oude vingers, is het heel belangrijk dat de vingers heel erg vooraan staan. En wat ook erg belangrijk is, is dat de verbinding binnen de groep van 2, dat dat niet legato is. Want als je dat helemaal bindt, dan klinkt het zo en dan klinkt het heel bot. Dus ik zeg altijd, je moet proberen zo egaal mogelijk te articuleren. En dan is de nieuwe handspositie, die je dus iedere keer met je groepje van 2 vingers neerzet, die zorgt voor het verschil. En naar beneden gaat het dan met 3-2. Dat is het systeem voor de rechterhand. En in de linkerhand heeft Swelinck, anders dan zijn Engelse tijdgenoten, heeft hij de tweede vinger als goede vinger. En dat wil zeggen dat een toonladder links, die begint vaak met de vierde vinger en dan is de tweede vinger de sterke vinger naar boven toe en de duim is de zachte vinger, de zwakkere vinger. En het allermoeilijkste bij Swelinck's vingerzetting is de toonladder naar beneden, want daar is ook de tweede vinger de goede vinger en de derde vinger is eigenlijk de zwakke vinger. En dat is een beetje lastig, omdat die derde vinger natuurlijk de langste vinger is. Dus dan moet je uitkijken dat het niet te hakkerig klinkt. En dan gaat een toonladder zo, dus allemaal 2-3, 2-3. Dat is het systeem eigenlijk voor de eenstemmige loopjes. En heel bijzonder zijn de meerstemmige dingen en met name parallellen. Tertsen die worden eigenlijk altijd met de tweede en de vierde vinger gespeeld. En je hebt ook vaak loopjes met parallele tertsen en dat gaat dan zo. En u ziet dat ik iedere keer dus een nieuwe positie moet maken met mijn hand. En het allerbelangrijkste is dat ik uit de toets zo zacht mogelijk speel. Dus ik moet eigenlijk proberen met deze vingerzetting, die dus iedere keer identiek is, zo gebonden mogelijk te spelen. Anders dan gaat het namelijk zo klinken, wordt het heel agressief. En dan spring ik ook te veel. Dus ik moet proberen zo diep mogelijk in de toets te blijven en zoveel mogelijk vooraan, omdat daar de beste invloed op de hefboom is. En hetzelfde geldt voor sexten. Ook daar al door dezelfde vingerzetting. En dat is dan eigenlijk de eerste en de vijfde vinger. Bijvoorbeeld in maat 23 hebben we parallele sexten en dan klinkt het. Even terug naar de structuur. Het stuk is driedelig en het begint dus met een motet. En het eerste motet loopt tot maat 25. En het is eigenlijk opgebouwd uit wat we noemen een tetrachord. Dat is een themaatje met 4 noten. Het begint dus op A. En heel spannend bij dit thema is deze afstand, namelijk de laatste stap van de F naar de E. En dat is een halve toon, dat noemen we de afstand Fa Mi. En dat klinkt zo. MUZIEK.
En die fa-mi-afstand, die halve toon, die geeft ook heel veel karakter aan dit stuk. En het mooie is dat Swelinck ook heel veel met dissonanten, met voorhoudingen en oplossingen werkt. En dat verleent het stuk heel veel spanning. En dan is het ook heel belangrijk om ook met name het loslaten van de toets, om dat heel gecontroleerd te doen, zodat je ook voldoende diminuendo verkrijgt. En eigenlijk gebruikt hij datzelfde tetragord ook in de omgekeerde beweging als tegenmotief in kleinere notenwaarden. Het zijn ook weer vier tonen, ook weer met een halve toon op het eind. En dan krijg je van die prachtige voorhoudingen. En dan vooral bij die laatste oplossing is het van belang dat je daar niet te zwaar en te lang speelt, want dan krijgt hij veel te veel accent. En dat is dus te lang, dat moet je dus voorkomen. Dus je moet heel dynamisch denken. En ik heb ook in mijn partituur precies aangegeven waar ik denk dat je heel diminuendo moet denken. In maat 14 gebeurt er dan plotsklaps wat anders. Dan komt er een, wat we noemen een figura corta. Eigenlijk een dactylus ritme, dus een lange en dan twee korte noten. En dat geeft een heel vrolijk effect aan dit stuk. En dan kom je ook een beetje in een andere toonsoort. Hij gaat daar van D naar G en van G naar C. En daar is heel belangrijk om het ritme heel erg als entiteit te beschouwen. En ook om de akkoorden daaromheen heel diminuendo te denken. Eigenlijk een beetje te denken zoals dat op een klavecimbel of een klavichord klinkt, waar iedere snaar natuurlijk diminuendo maakt. Dus zorg dat die lange tonen niet te zwaar worden. Als je ze te zwaar maakt, dan klinkt het zo. En dat werkt met name heel slecht omdat deze prestant bij die akkoorden in de rechterhand dubbel is. En dan worden ze zo dominant dat je eigenlijk de basinzet niet of nauwelijks meer hoort. Dan gaan we in maat 26 naar het tweede gedeelte. Dat is dus echt het echo-gedeelte. Er zijn zes echo-fantasieën van Swelinck bewaard. En twee van die echo-fantasieën hebben aanduidingen voor forte en piano. En spelen zich ook af op dezelfde toonhoogte. Maar de overige vier hebben allemaal deze octaaf-echo's. Dus die bedoelde Swelinck ook uitdrukkelijk voor het spel op één manuaal. En die zou je ook op klavecimbel of misschien nog beter op klavichord kunnen realiseren. Want op een klavichord kan je natuurlijk met je touché ook echt een echo-effect maken door zachter te spelen. Ja, ook hier is ontzettend belangrijk dat de ritmische context goed wordt aangegeven. En met name ook waar de begeleiding syncopen heeft, om die syncopen heel goed aan te zetten en heel scherp te spelen. En we hebben dat bijvoorbeeld in maat 30. Dan hebben we. En bij de echo's in het algemeen is denk ik een van de belangrijkste dingen, zeker bij octaaf-echo's, dat de speler heel veel aandacht besteedt aan de laatste noot voordat hij een octaaf omlaag springt. Want als je dat niet doet, dan wordt het een soort hik op het eind. Ik laat dat een keer horen bij de opening. Dat is geen mooi effect, dus je moet eigenlijk heel veel aandacht besteden aan de laatste noot mooi afronden voordat je verder gaat. En daarnaast is het heel belangrijk om ook heel dynamisch te denken. Dat wil zeggen, als je zo'n tirata hebt, als we hebben in maat 31, die verbinding tussen de lage, de echo en de nieuwe forte. Dat je daar ook heel erg crescendo denkt, want als je omhoog gaat in de muziek, dan betekent dat vaak dat het crescendo is. En ook op deze prestant, op deze doof, klinkt het ook naar boven toe steeds een klein beetje intensiever. Een ander aspect bij de echo's bevindt zich in maat 35, want daar gaat de beweging eigenlijk continu door. Daar wordt het heel motorisch. En daar is het grote gevaar dat als je te lang wacht met het springen van je positie, dat er een hele onmuzikale textuur ontstaat, omdat daar dan te veel tijd bij komt. En ik laat even horen hoe het dus niet moet klinken. Ja.
heel erg werken aan de voortgang. En dat wil eigenlijk zeggen dat wat een pianist met zijn linkerhand doet, een basnoot spelen en dan heel snel naar het midden van het klavier de begeleiding, dat moeten organisten met hun rechterhand doen. Dus die moeten heel snel van positie wisselen. Dus deze beweging moet altijd heel, heel vlot gaan en die is ook anders dan de speelbeweging. In maat 44 van het echo-gedeelte hebben we een nieuw motief, wat ook op deze stemming, dit is de middentoonstemming, heel erg prachtig klinkt. Dat is een chromatisch motief, allemaal met halve tonen. En alle zwarte toetsen in de middentoonstemming hebben eigenlijk maar één betekenis. Die zijn namelijk of een mol of een kruis. En ik laat dat even horen hoe dat dan klinkt. En dalend. Hier hoorde u dus een bes en een sis. En die halve toonsafstanden zijn heel verschillend in middentoon. Dat is dus niet zoals in de gelijkzevende stemming allemaal uniform. En ja, dat maakt chromatiek heel spannend en heel uitdrukkingsvol. En ja, dit geeft het stuk, ondersteunt eigenlijk het karakter, het een beetje droevige karakter van dit werk. En de periode daarna hebben we heel veel toonherhalingen. Vanaf maat 50 ongeveer komt er een motief waar ook een herhaling van het motief op de gelijke toonhoogte plaatsvindt. Maar dat is dus niet de echo van het motief daarvoor, want de echo bevindt zich eigenlijk een octaaf lager in de linkerhand. En ja, dat is een motief wat daardoor heel intensief klinkt. Ik heb zelf geprobeerd om het ook nog een beetje echo te spelen als het dus herhaald wordt. En dat is een manier van doen. En dan zijn we beland onderwijl bij maat 62. En daar begint het derde deel van het stuk. Dus het gedeelte waar ik ook de koppeldoof erbij trek. En een van de hele interessante aspecten bij dit gedeelte is dat Sweelinck, die dit werk eigenlijk in een tweedelige maatsoort schrijft, eigenlijk ook hier driekwartsmaten introduceert. Omdat die muzikale motieven zo groepeert dat je eigenlijk een driekwartsmaat ervaart. En dat verleent het stuk ook weer nieuw leven en ook weer een nieuwe richting. Nou, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in maat 69-70. Daar hoor je dit. Dus daar vindt de driekwartsmaat heel uniform met beide handen tegelijk plaats. Maar er is ook er zijn ook plekken, bijvoorbeeld in maat 88 en tot 91, waar de rechterhand het op een andere manier doet. De rechterhand doet. En de linkerhand die gaat een kwartnoot eerder, geeft hij zijn accenten. En dat is een dalend figuur. En dat klinkt dan samen zo. En daar komen ook virtuose loopjes voor met zestiende. Dat gebeurt eigenlijk in alle fantasieën van Sweelinck. Eigenlijk beginnen alle fantasieën in een hele rustige notenwaarde, vaak in een semibrevis. En voor alle spelers is het dan ook moeilijk om het tempo van het stuk zoals het aan het eind is, zich aan het begin goed voor te stellen. En ja, ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, denk al een motief wat heel veel ritme heeft, maar wat ook de snelste notenwaarde heeft. En als je dat bijvoorbeeld ziet in het echo-gedeelte, waar je dat motief hebt, tam, ta, 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 tam, als je dat denkt, ta, da, dam, ta, da, ta, da, dam, pa, da, ta, da, dam, dan heb je eigenlijk meteen de halve te pakken voor de eerste noot. En die moet je je heel stevig voorstellen, want je moet natuurlijk zorgen dat je gedurende het stuk niet langzamer wordt, maar dat het stuk echt in één tactus en in één tempo verloopt. Op het eind wordt het stuk ook afgesloten met een toccata-achtig slot. En ook daar wordt weer de hoogste noot bereikt, de hoge A2. Ik denk ook dat je die hoge A2 ook wat langer en wat expressiever mag aanhouden. Ik laat dat nog een keer horen. Je hebt dan dit prachtige ritmische motief.
weer zo'n prachtig moment dat Zwelinck echt die hoogste toon gebruikt. En het is ook een heel goed gevoel voor de orgelspeler dat je echt voelt, ik ben aan het eind van mijn klavier gekomen. Dus die hoogste toets heeft ook echt iets bijzonders te vertellen. Ja, de registratie waarop ik het stuk ook heb uitgelegd is eigenlijk een beetje mijn ideale registratie op dit prachtige orgel. En op een heel mooi orgel is het meestal zo dat als je op één register speelt, dan kan je er eigenlijk wel een half uur op spelen zonder de behoefte te gevoelen om te veranderen. Maar omdat deze stukken natuurlijk ook vaak gespeeld worden op orgels die iets minder fraai van klank zijn en iets minder overtuigend van klank, heb ik ook nog een versie opgenomen met meer afwisseling. En ik heb een beetje geprobeerd daar ook nog iets meer het Van Kovelens karakter te benadrukken. In die versie hoort u eerst de holpijp 8, dat is eigenlijk het best bewaarde register van Kovelens. En er is in 1545 het borstwerk bijgebouwd en dat heeft een hele mooie quintadeen, ook uit die tijd. En die gebruik ik samen met de holpijp voor het echo-gedeelte. En het borstwerk heeft hier ook echt een echo-karakter. Dus daar switch ik van klavier. En dat is eigenlijk een beetje kunstmatig, want de overgang, bijvoorbeeld in maat 25, die moet ik een klein beetje geweld aan doen. Ik moet een noot verkorten om de klavierovergang te maken. Maar qua klank klinkt dat wel heel mooi en het is denk ik ook op orgels die wat minder sprekend register hebben, is dat een hele goede oplossing. En ik ga daarna, voeg ik bij de holpijp de koppeldoof en helemaal op het eind, in dat toccata gedeelte, voeg ik daar nog de mixtuur aan toe, zodat ook nog een indruk ontstaat van de enorme veelzijdigheid van de klank van dit prachtig bewaarde Van Kovelens orgel.